manager hebben trouwens. Kijk uit, hoor. Oh ja. Ik weet niet, neerschieten. Heavies. Een camera? Yeah, let's do this. Niet dat ik weet. Ik heb daar net een lijk neergelegd. Nee, camera. Ik heb mee. Ik rijd daar 4 in. Ik weet niet of er dadelijk nog een kaartspoor vallen. Een camera op de trap gericht. Een camera's hebben we niet nodig, hè? Die zijn over ons. Yep. Wacht tot ze hier de hoek om komen, althans kunnen we niks. Hoeveel guards hebben we nog? Ik zag er nog eentje. Volgens mij nog eentje, ja. Eentje maar? Volgens mij wel. Eerst gaan aan deze kant op. Hier is een guard. Dan kun je op de camera's zien. Camera's kijkt. Ik denk 2, want volgens mij loopt er eentje bij de manager's office daar. Bij Alt nu. Ja. Oh, hier kom ik goed weg. Die andere kaart heb ik trouwens. Ik heb ook één. Nou, dan laat maar weten als jullie zover zijn. Ik ben bij de cashiers. Jij bent al bij de cashiers. Go. Fucking panic button. Yep. Je moet daar echt meteen op F blijven rammen totdat ze op de grond liggen. Was ik aan het. Was ik ook aan het doen. Doe maar restarten. Waarschijnlijk had je er eentje. Oh, heb jij die improved screen? Improved screen? Nee, dus. Dan doe ik dat wel. Je hebt een puck point voor een improved. Oh, je volt key maakt me niet uit. Improved intimidation. Ja, die heb ik ook. We're going in and looking for the vault. Cartel or not, it's still a bank, right? Als we zover zijn, dan ga ik wel vanaf de voorkant naar binnen. Ja, het is, dat was het probleem niet. Die cashier is druk op de panic button. Ready up. Ik zag trouwens geen camera's bij die civilians. Ik zag die hier buiten eentje. Kan hier wel eens heel vervelend worden dan. Achterdeur zit er ook in. Rooftop camera. Camera's zijn van ons. Ja. Smane. Gaki no zette bus ga muzen ni butskatte. Gaki domo no mirai. Voor de deur open kunnen maken. Stijbukro, kotje. Extra bodybags die je nodig hebt, die liggen in een security room, staan tasje. Komt volgens mij een guard door storage heen. Ja, hij gaat nu naar binnen. Met de manager achter hem. Guard, dat power station nearby is messing up my radio. That's my only accounting. Komt een kaartje, nee, toch niet.
toch wel. Kom Gaki de kant op. Kut, die heeft geschoten. Gaan. Te laat. Dat was mijn fout, ik stond verkeerd. Ik zal hem op ready drukken, dan ga ik even snel naar de wc. Ja. Oh. Oh, dit krijgen we geen vault key. Okay, dat hoeft ook niet. En volgens mij kun je daar die vault in één keer mee openmaken. Maakt het niet uit, we hebben nog alle tijd dadelijk. Camera op civilians, nog een camera op civilians, oké. Okay. We het onder controle hebben, we gewoon alle tijd, hè. Ja, kijk maar of je daar binnen kunt. Ja, laat de drill maar even liggen nog. Alleen maar lastig om die bij te hebben. Even kijk daar, als er geen camera hangt. Even wachten. Camera's zijn in ieder geval van ons. Of je daar guards in die gang neer kunt schieten. Nee, er zat een camera vol op die deur. Ja, dat maakt niet uit. De camera's zijn van ons. Oh ja, sorry. Je kunt daar gewoon veilig lopen. Je kunt alleen niet de hoek komen, want dat is het civilians natuurlijk aan beide kanten. Die aan de rechtse kant, zeg maar, hè. Bij de ingang. Bij die pinautomaat, staat die naar de pinautomaat? Mij wel, hè. Ik zie daar geen guard, ik zie mensen naar de pinautomaat kijken. Oké, okay. Ja, maar zolang ze maar naar de pinautomaat kijken. Reden dat ik dat zeg, want dan kun je daar aan de rechterkant altijd een guard neerschieten. Links niet, want die kijken naar jou. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat was ik weer. Dat was terug. Ik kan niks met die kast, want hier zijn zoveel camera's achter dat ze naar mij komen. Komt er eentje? Camera's doen toch niet? Nee, ja, maar er zitten ook overal civilians. Dus kut. Radio, gooi. Ja, weet ik. Maar ik moest even wachten totdat die andere guard omgedraaid was. Komt er nog één die kant op lopen? Ik weet niet precies waar die in gaat. Oh, die staat, die staat daar. Geen probleem. Kan ik terugrennen? Nou, moet je voorzichtig zijn met die twee. Komt er eentje richting jou, Dennis? Daar ook weer terug, want de manager ligt daar nog. Ik kom even jouw kant op rooien, want ik kan hier echt helemaal niks. Blijf maar even daar, hier kun je ook niks. Dan moet je snel wezen. Oh nee, ja, nee, ja, hij ziet je. Gaan. Ah, oh, ja. Dat had je inderdaad niet moeten doen. En ik had hier die twee onder controle. Maar ze zijn ook zo fucking snel met dat alarm, man. Ja, en zeker die hoge difficulty. Wat ik doe, ik ben daar wel aan shouten. Doe maar gewoon starten dan, dus ik heb niks nodig. Ik schiet gewoon neer, die cashiers. Dan ben ik zeker dat ze niet op de knop duwen. Druk een keer op F als ik daar naar binnen ren voor die mensen die aan de balie staan, dat die vast gaan zitten. We hebben op zich genoeg tie-raps, maar ik heb liever dat ik twee civilians neerschiet dan in 10 seconden te laat ben. Oké, ik heb geen camera's.
よっしゃ、始めようか。 Dit maakt het zoveel makkelijker, hè? Meteen die security. Ja, als je meteen die security in je room in kunt. Dan maakt die difficulty dat je die extra civilians hebt zetten. Geef fuck uit. Zo. Manager heb ik ook al. Kom er eentje van achter me aangelopen op straat. Voor zover ik kan zien, hebben we nog maar twee guards. Yep. Die lopen de allebei naar achter. Eentje gaat de hoek en de ander. Die staat op zijn plaats, ja. Ja, die andere loopt daar ook naartoe. Kevin, look out, guard. Nou, een beetje civilians kan ik toch niks. Oh, ik heb hier nog een derde. Die guard dan. Geen idee waar die in één keer vandaan komt, maar blij dat ik hem gezien heb. Kan kloppen trouwens. Ik heb pas één kaart omgelegd. Maar volgens mij zit er bij jou bijna geen civies, of wel? Ik kan het niet zien. Tussen mij en de manager office of die kant of daar ergens civvies zitten. Als het hier niet zitten, dat maakt het een heel stuk makkelijker. Er staan er twee daar achter die wand. Oh, kijk uit de. Dus oh, weg, weg. Ja. Komt er eentje deze kant op? Oh, er zit er wel eentje. Die staat voor, voor de valdeur. Kan ik die killen? Ja, toch? Kom gewoon een guard helemaal naar buiten lopen hier. Ja, we moeten gaan. Go. Mis nog kaart. Als je ze op de grond zet, moet je ook pager doen. Hier is de kaart. Rustig maar. Huh, die heb ik net neergeschoten. Nee, dat is die derde. Daarom zei ik al, ik mis nog een guard. Ik zag dat Dennis met eentje bezig was, jij met eentje. Dus ik mis er nog één. Hey, de deur zouden lopen. Yep, dat is wel eens. Wacht, kijk wat hij doet. Daar is één. Oh, de deur is weg. Ja, hij zit niet altijd hier. Bolt zit ook niet hier. Ze zitten allebei aan de andere kant. De manager staat hier buiten. Bij de achterdeur. En Dennis komt eraan. En ik kom er ook achteraan. Oh. Er is niks aan de hand. Ik was op tijd. Move hem maar. Wat die kaart doet.
Gaan er binnen, mooi. Oh. Wat ziet mij daar? Oh, een civilian. Kut. Kan ik niet. Of wel? Kreeg detected in beeld staan. Beurs schijnbaar. Ik heb hier een guard. Oh, daar nog een guard. Camera's zijn van ons. Ja, ik heb hier twee guards en een civvy die het allemaal kan zien. Ja, daarom gewoon wachten totdat hij naar buiten komt, zeg maar. Ja, nu kun je pakken. Eentje loopt naar voren. Een storage... Oh, te laat. Een storage kun je ze altijd neerschieten. Ja. Ja, ik sta nu in storage. Oké, super. Komt Richard naar jou toe, Roy. In dat hoekje. Ja, maar er zit ook een civvy gelopen. Ja, er zitten twee civvies. Daar kan ik niks mee. Nou, die gaat daar stilstaan. Maar ja, alleen. Ja, die loopt daar. Die gaat richting storage. Nou, die staat daar stil. Dat is kut, want dan ben ik een beetje omsingeld. Nou, maakt niet uit. Ik kan altijd vluchten naar storage als het moet. Ik kan alleen die tweede kracht niet meer vinden. Staat daar bij jou, één kar staat bij jou en één staat bij mij. Ja, die staat daar bij die deur naar die kassa figuurtjes. Ah! Daarom dat ik hem niet kon zien, want daar heb ik geen camera zitten. Damn, er mist en ik hem. Alright, it's 0 hour. Die loopt nu? Oh, kom ze lopen allebei. Kut, ik heb net mijn masker opgedaan. Ik kan niet meer naar buiten. Is die buiten? Nee, ze staan hier nou allebei binnen, maar ik kan ze niet van buiten kun je ze heel makkelijk markeren. Oh, zo. Maar zeg maar anders. Wat gooi je op de camera, spiekt? Ik ga terug. Ik was naar buiten gerend. Ik denk dan dus. Vlammen ze neer als ze buiten staan. Dat is 1. En dat is 2. Ze staan nu allebei aan de kant van Bodhi, zeg maar. Oké, dan. Ja. Komt er een eentje loopt. Zo, links in dat hoekje gaan staan, Alt. Als je dan. De deur binnen is kunnen schieten. Die jouw kant op zou komen. Nee, als ze vanuit die hier in de gaten houden. Nou, ze bewegen allebei. Storage. Ik had gehoopt dat hij richting storage kwam, die Molo. Misschien komt hij dadelijk nog. Shut up. Die staat hier voor. Eentje staat nu bij de penautomaten. Kom naar jou toe, Alt. Nee. Af toch niet. Ik ga op die kutplek staan. Eentje staat hier bij de penautomaten. Als ze dadelijk in de hoek zijn, kunnen we ze misschien pakken. Even kijken hoe ze staan. Kan ik naar die cashieres rennen en dan kunnen jullie allebei die kaart eventueel pakken. Terwijl we tussendoor schreeuwen. Eén kaart loopt weer naar Bodhi toe. Als het goed is, moeten ze op een gegeven moment wel die storage of zo ingaan. Maar... Normaal wel. Ongeduld hebben.
Look out, guard. Wie komt naar jou, Alt? Oh nee, jou dames. Nee, allebei niet. Wauw. Gaat van naar de penautomaat heen. Als al deze kilt, ik die andere en Roy, jij gaat als een dolle schreeuwen. Ah. Wachten. Kun je nog eens even cameraatjes flipperen? Dank je. Aan mij. Eentje loop. Ja, ze gaan allebei naar voren nou. Deze heb ik. Ik heb geen. Smare, ninja gaat dit dat omhoog. Oh, je moet achter mij aankomen, Dennis. Go, go, go. Schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen. Ja, ben je mee bezig. Ja, dat was te verwachten. Er was niemand erachter. Dat was jouw gebied, Alt. Ja, ik dacht dat hij al lag, maar blijkbaar niet. Als ze liggen... Dan staan ze gewoon weer op. Je moet ze zippen. Anders staan ze gewoon op en bellen ze. Gewoon neerleggen is niet genoeg. Dan staan ze meteen op als je wegloopt en bellen ze. Kijk, camera op de Chevy's. Deze deur is open. Security is niet hier. Nee, valt wel. Valt is wel hier. Richting security. Camera op het dak. Daar ook camera, oké. Okay. Dus ik moet je kaart niet pakken. Kevin, ja. Kitsuke. Wacht totdat die weg is. Buiten dood. Eén guard was naar buiten gelopen, die heb ik gekild. Ja, perfect. Ik wou die rechts op killen, maar dat gaat niet, want links zit de camera. Kevin. Watch out, guard. Ja, die guard loopt. Ja, maar het, de camera links geloof ik. Ja, zie je. Op mij spotten. Kut. Hebben we een guard die gewoon kan pakken? Dan zit er een fucking camera op gekregen. Orde, Kevin. Wat is dit nou weer? Fucking onzin. Echt niks hier. Captain Manager. Ja. Ik kom niet in de security room. Want daar hangt een camera af. En een guard. Die er rondloopt. Is er verder geen zicht op die guard of camera? Nee, ik kan niet bij die camera komen. Want die guard ziet de camera en de camera ziet de guard. Ja, maar als ik een jammer plaats ergens.
Nee, dat kunnen we niet bij. Hier kun je niks, aan deze kant, Dennis. Aan deze kant kun je niks. Oh, kracht gaat weg. Mooi. Dat betekent dat ik... hier naar binnen kan. Ik heb nog een guard dood, die is ook naar buiten gelopen. Ja, en ik heb hier de security room. En dan hebben we alleen nog die guard voor bij Alt. Hij deelt dat het vervelend was, zeg maar, die guard. Dat als we die hebben, dan zijn dat er vier. Oh, die staat daar links. Ja, die staat nu... Die staat waar die civies zaten, langs storage. Ik heb er twee gekild, in ieder geval twee guards heb ik. Ja, en ik één. Oké. Okay. Dus er staat er nog eentje. Over. Ja, die staat waar die civies normaal zaten. Tussen security en storage. Ik sta in storage. Okay. Ik hoop dat hij weer terug dadelijk hierin komt, waar hij al de hele tijd loopt. Dan kan ik hem gewoon pakken. Kijk, ook geen civies mijn kant op, zo te zien. De deur is aan deze kant dicht, oké. Okay. Ik ga even rekening mee houden. Wicht. Kom mijn kant op. Ja, misschien dat hij dan... Zitten daar... Gaat de hoek in daar. Zitten daar civies, Alt, die naar die hoek kijken? Ja, er staat eentje tegen de pinautomaat aan. En die kijkt naar die hoek. Dan moet ik wachten totdat hij hier komt. Is er een plek waar wij naar binnen kunnen bij die tellers? Want deze kant is de deur. Ja, de andere kant. Heb ik wel. Ja, als jullie die voorste ruimte pakken, dan pak ik die andere. Ja, als jij achterin pakt en dan Dennis voor de balie en ik in. Oké. Ik ben ready. Cool. Go. Kom maar aan die rug. Ik heb maar één tire trouwens. Nou, hou ze maar gewoon even bezig. Maar die kerel buiten. Ja, die heb ik. Kun je het trouwens laten liggen. Breng ze maar weer allemaal naar storage, hè? Nobody move, nobody talk, and everybody lives. Iemand mag de drill halen die de upgrades allemaal heeft. Ja, dat zal ik zo doen. En dan doen wij ondertussen die assetjes. Moeten we niet voor zeker dat lijk buiten even weghalen? Nee, dat hoeven we normaal ook niet. Loopt er nog eentje achter je aan, hoor. Oh, ik kan het zeggen, want die wil wel niet volgen. Hier, ik heb hem opnieuw opgepakt. Kun jij die andere pakken? Hoi! Oh, je hebt ook een... Nee, je hebt geen jammer, hè? Of wel? Nee. Oh! Ik word een beetje geëlektrocuteerd. Oh! Oh, 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 oh. Uitroepteken. Oh, waar komt die weg? Weet ik niet, maar hij is nou getuigd hebt. Roy, kun jij naar boven komen? Hier moet je een deur openmaken met zo'n jammer, anders moet ik er. Ja. Ik weet alleen niet of iets mij aan het volgen is. Nee, die volgt mij. Ja, maar je kunt daar toch een keycard in duwen? Je hebt de fucking keycard. Ik kan geen keycard gebruiken. Kom eens. Die je neergezet hebt. Unieke keycard geeft hij bij mij. Ja, ik kan hem ook openen met de jammer, maar... Oh. Dat is niet erg, dat is niet erg. Maar dan kan ik de jammer dadelijk op de pinautomaat zetten. Of voor iets anders mochten we het nodig hebben.
Nou, de drill kan neergezet worden. Als het goed is. Is Sonic okay? Let's try to have the drill do its thing without others coming near it. They'll hear it and get suspicious. Follow me! Even die lijken van buiten, even ook binnen in de security leggen. Die dingen ligt ook nog buiten. Die manager ligt volgens mij ook nog buiten. Ja, daarom. Dat we even zorgen dat dat allemaal binnenkomt. Huh? Oh nee, of... Oh, hier ligt de manager. Kom hier. Ligt al de hele tijd daar. Waarschijnlijk gebeurt er niks. Waarschijnlijk loopt er niemand langs, maar... Je hoeft er maar één civilje langs te lopen, dan hebben we een issue. Heeft er nog iemand thuis gehad? Nee. Alt nog 3. Mm-hmm. Waarom moet je hebben, hè? Nee. En als nog... Oh, oké. Okay. Wat ik gemerkt heb... Ik ga ervan uit dat het hier ook is, dus die doet bij de boom die ik neergeschoten heb, die daar ligt, hè. Ja. Dan respawnen de civilians niet. Nou, ik zag er net buiten een paar lopen. Oké. Okay. Nou, ja, dat is inderdaad het beste wat je kunt doen, gewoon die fucking... Netwits hierachter de dingen gewoon neerschieten. Ja, die zijn veel te snel met die alarmknop. Dat is dit keer wel fijn dat er gewoon twee tot twee keer toe een kaart naar buiten liep. Gewoon. Woehoe! 149,5. Oh, leuke pinautomaat. Het wordt natuurlijk ook hoger met die difficulty. Dan allemaal liggen. Ik moet de cachères nog even liggen over. Heb ik al gedaan. Ik zie dat hier nog 5 pakketjes liggen, man. Ik denk eerder dat er gewoon een x-aantal in kunnen spawnen. Nee, je kunt blijven herhalen op deze difficulty totdat je ze hebt. Nee, die mission prep, zeg maar, daar krijg je ook plaatjes zien van het idee dat je een beetje een idee hebt waar ze liggen. Alleen ben ik vergeten te kijken. Die pakketjes. Ja, dan zie je hoeveel pakketjes dat al zijn en zie je een plaatje van ze. Ja, oké, maar hier zullen echt geen 6 pakketjes in dit level liggen. Ze kunnen op veel plekken liggen. Dat weet ik. Ook in de val. Dat is het enige wat ik nog kan bedenken. Oh, wacht even. Nee, trunks kunnen niet open. Hier is een pakketje. Nog 10 seconden. Ja, daarna moet je toch weer gaan boren. Nope, heb ik het open. We moeten eerst de camera neerzetten. Anyway.
Wauw. Dat was... Right. Ja, ik begin vast met lockpacken. Ik laat er gewoon alles in zitten, maar ik maak wel die dingen vast open. Ja. Pak je het eruit als ik probeer te lockpacken. Toch wel fijn dat we deze als laatste krijgen. Hey Sangria, doe jij nog eens wat of? Ja, pak eens een lockpick. Jullie hebben een nille rij open. Ik heb net twee dingen open. Oh, je hebt die skill niet meer. Nee, die pak ik straks weer als het goed is. Oh nee, dus niet erg. Doe jij dat dan de onderste rij? Maar dan heb je ook niet die extra cash of wel? Ja, die nog wel. Dat is volgens mij de eerste of zo. Oh, ja, dat zou kunnen. Moloed, ja. Laat de recorder maar lekker zitten. Ik zelf. The fuck, we hebben hartstikke silent gedaan. Waarom zouden we dan de loot niet meenemen? Ja. God. We kunnen liggen uitsloven. Het is wel warm hier in die kluis. 3900 voor een paar kettingjes. Ik kreeg net 14.000 voor een balkje goud. Ja, het scheelt allemaal met de difficulty. En als je met z'n drie of vier bent, dan is die overkill, dus eentje moeilijker dan dit, zich goed te doen. Maar even tussendoor, hoe heet zou het nu ondertussen deze vault zijn met dat vlammetje achter ons? We zitten in één grote oven eigenlijk, hè? Ik ben nog blij weer dat je je heavy armor niet aan hebt. Ja. Sta ik hier met mijn goede suit naast een paar of burning money. Wat verdomme zeg. Ja, daar ruikt ook de rest van de eeuw nog naar dit. Ja, ik kan pak ook weggooien. Nou, trouwens, als dit klaar is, dan stop ik er trouwens mee. We gaan nog even space engineers doen. Het is ook alweer 11 uur. Goed idee. Mm-hmm. Even mijn dailies en follow dadelijk doen. New back! Ah, ik had dan ook een gold back. Niet te ver naar achteren lopen, want het doet auw. Ja, doet echt auw. Ja. Uh-huh. Doet vuur pijn, wat gek. Maar die tormentor wat onze base aanviel in Space Engineers, die kon best wat hebben. Turrets hebben er lang over gedaan om het ding weg te krijgen. Ik had ook een van die mods wat ik in de Discord had gezet. Even kijken, de first job. Dat je andere type wapens hebt. Oh, we hebben weer een achievement. On the third day of the fire starter job, find the rare hockey poster. Of the overkill hockey team. Kijk je eigenlijk hier naar de kluis. Oké. Okay. Los. Weg. Een rolletje money, 7500. Ik hoor dat ik eens van die rolletjes vond. Ja. Dan moet je een bank overvallen, eigenlijk. Ja,
Ik weet niet of ze nog steeds van dit soort kluisjes hebben. Ja. Ja, de meeste banken hebben dat. Ja. Toch wel, ja? Ja, ja, ja. In Amerika sowieso, in Nederland alleen maar op bepaalde plekken. Het zijn safety deposits, hè. Er liggen vaak obligaties en zo, waar we mensen daarin liggen. Obligaties, hele dure horloges, diamanten. Ja. Ja, van Amerika wist ik, maar ik dacht dat ze in Nederland gewoon echt van die apart van de bank, zeg maar. Wat ik wel altijd frappant vind, hè? Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat hier de banken beter beveiligd zijn dan in Amerika. Maar? Ik hoor hier minder over banken overvallen dan daar. Omdat hier ook iets moeilijker is om aan groot geschut te komen. Back and off. En zoveel bankovervallen krijg je ook niet meer in Amerika. Nee, het is nu ook ondertussen niet meer natuurlijk. En dus zelfs meestal echt juwelierszaak of wat dan ook. Zelfs als het je nou lukt, dan vinden ze je toch wel. Ze weten precies welk geld hier lag. Ja. En ik denk ook niet dat je een bank hier in Nederland, dat er zoveel cashgeld zal liggen als in zo'n bank in Amerika bijvoorbeeld. Daar zit misschien ook wel wat in. Maar wat, je hoort hier wel heel veel plofkraken. Ja. En dat hoor je dan in Amerika wel minder. Ja, totdat ze zoiets hebben van, goh, laten we dat ook eens proberen. Ah ja. Nou ja, wat ze in Amerika natuurlijk doen, is dat ze gewoon met zo'n pick-up een tankstation in rijden en met een ketting de hele pinautomaat meenemen. Ja. Ja, dat is voordeel, zeg maar. Nu in Nederland zie je die ook steeds meer van die losse pinautomaten. Daar hadden we eerst niet veel, we hadden eerst alles vast aan een muur. Dat zie je nu bij supermarkten vaak, hè? Ja. Maar er zit ook absurd weinig geld in bij die losse automaten. Ja. Die wat hier in de supermarkten staan, die staan altijd op error, dat er niks meer in zit. Ja. Ja, maar waar moet je anders pinnen op vandaag? Ja, ik heb het geluk hier in Weert dat ik vlakbij de Rabobank woon. Waar dan 4 automaten in het filiaal zitten. Maar als de bank dicht is, dan zijn het ook maar 2 pinautomaten. Ja, maar wat heel veel mensen tegenwoordig natuurlijk doen is extra pinnen bij kassa's en zo, hè? Dat. Ja. En daarbij steeds meer dingen wordt naar pin toegestuurd, hè. Ze willen eigenlijk gewoon van contant geld af. Ja, maar ik betaal ook eigenlijk altijd met de pin, maar ik vind het altijd fijn om in ieder geval iets van contant geld in mijn beurs te hebben. Stel je hebt een storing bij de dingen, dan kan ik in ieder geval een brood of wat dan ook meenemen. Zo gezegd. Ja, ik heb vaak wel, ik gebruik het nooit, maar ik heb vaak wel iets van 20, 25 euro in de portemonnee zitten. Ja, zoiets. Echt zo voor zo'n oh shit momentje. Ik heb $20 en 15 lira in mijn portemonnee zitten. Ik heb $20 en 15 lira in de portemonnee zitten. En de portemonnee ligt bij de vrouw in de tas. Nee, de portemonnee zit vast aan mijn telefoon. Ah. Een civilian richting onze truck. Het geld maar even bij de ingang gegooid.
ligt er nog eentje. Hebben ze. Doen ze snel voorbij. Oh, ik kruid nog een. Oh, het schiet er maar neer. Zo. Plug in laden. Ja, ik heb die cutting, half cutting, maar die dat je minder. Ik heb die ook gemaakt. Voor civilians. Pauzeboekje. Hupsakee, weer drie. 3 miljoen aan lootbag items. Change in available spending cash 1,1 mil. Offshore 4,5 mil. Netjes. Ah, die doe die nog maar een paar. Nou, weer een level up. Moeten we even claimen, Alt?